Ik heet Blue. Blue als zoute tranen, blauw als een klein ijsvogeltje. Blue als de wind, de zee, de regenboog. Het donkerblauw van een naderende bewolking onder roevelende donder. Naar dat blauw ben ik vernoemd. Dat is de Blue die ik ben. Laat me u het verhaal vertellen van een 13-jarig meisje dat een man ombracht. En ook nog een vrouw. Ik hou van mijn boek, The Wonderful Wizard of Oz. Dokter, ik weet dat u denkt dat ik geobsedeerd was. Ik weet dat jullie allemaal denken dat ik geobsedeerd was door mijn boek. Maar jullie hadden het mis. Het is niet zomaar een boek. Niet zomaar een verhaal. Niet iets wat iemand zomaar even voor de lol geschreven heeft. Waag het niet om dat te zeggen. Dan maak ik u dood. Jullie allemaal. Sorry, ik wil niet agressief overkomen. Meestal ben ik best kalm. Dat is waar ook. Nog iets wat u misschien nog niet van me wist, is dat ik graag mensen volg. Hangt een beetje van mijn stemming af en wie de persoon is. Achter wildvreemden ga ik niet aan. Ik doe het alleen maar mensen voor wie ik bang ben. Die me fascineren of die me boeien. Er werkt een jongen bij de supermarkt. Charlie. Dokter, u hebt gezegd dat hij alleen maar zo aardig deed omdat hij bang voor me was en medelijden met me had. Misschien is dat zo, maar misschien ook niet. Het enige wat ik weet is dat ik in het begin niks voor hem voelde. Door James is mijn lieve vader dood. Vanaf die dag volgde ik James elke dag naar schooltijd. Ik schreef op wanneer hij bepaalde gebouwen binnenging en verliet. Hoe hij gekleed was, welk merk sigaren hij rookte, in welke auto's hij reed. Elke keer dat ik die man zag werd de drang om hem te vermoorden sterker. James' gezicht maakt me misselijk, net als zijn stem. En zijn handen, en zijn nagels, en zijn schoenen, en dat korte klote baardje van hem. De bierflesjes die hij altijd vasthoudt. Het enige waar ik nu nog aan kon denken was hoe heerlijk het zou zijn om hem ergens levenloos op de grond te liggen. U wilt weten wanneer ik besloot deze man te vermoorden? Ik weet nog precies wanneer ik dat bedacht. U wilt weten waarom ik gestopt ben met praten? Ik zal het u vertellen, dokter. Laat me u het verhaal vertellen van een 13-jarig meisje dat een man ombracht. En ook nog een vrouw.